2 maal zoveel bouwvakkers krijgen een WW-uitkering dan voor de crisis. En dat is geen goede zaak, zegt FNV. Dat is erg, in eerste instantie voor die werknemers zelf. Er is op dit moment weinig emplooi en voor 2014 zal het ook niet meevallen. Dus voor hun is het in eerste instantie een groot probleem. Als oplossing ziet FNV ontwikkeling van duurzame projecten. De bouw van energiezuinige woningen en kantoren. Daar liggen al initiatieven voor. Met verduurzamen bedoelen we het energiezuinig maken van woningen. Dus echt isolatie, maar ook energiebronnen aanbrengen. Zodat er eigenlijk een energie-neutrale woning ontstaat. Dat is mogelijk. Er is een fonds, die is men op aan het richten. Dat zou bijvoorbeeld al 7000 banen opleveren. Zaterdag is het de dag van de bouw. Valt er dan wel iets te vieren? De bouw is een mooi sector. Er worden mooie dingen gemaakt. Er wordt een goed product afgeleverd. Dus wat dat betreft verdient het alle lof. Maar het zit wel in het slop.